Yo mensen, welkom en als jullie kijken naar een nieuwe video van Oesterverslaggever. De moeilijkste video van het jaar gaat weer aanbreken. Namelijk de voorspellingen van verschillende competities. We beginnen met de keukenkampioendivisie. Vind ik altijd persoonlijk de moeilijkste competitie om te voorspellen. Het is zo onvoorspelbaar. Maar ja, we gaan het toch maar gewoon doen. De andere competities die eraan komen zijn de Eredivisie, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Dus eigenlijk gewoon de top 5 competities plus onze eigen Nederlandse competitie, zowel de hoogste als de tweede divisie. En ja, we gaan lekker beginnen vanaf de 20e plek tot en met de eerste plek. Welke twee ploegen gaan dus direct promoveren naar de Eredivisie? Daarin zitten onder andere teams in deze competitie dan. Drie ploegen die gepromoveerd zijn Excelsior, Volendam en FC Emmen. En ploegen die gedegradeerd zijn. Zijn Pek Zwolle, Willem II en Heracles Almelo. Maar laten we gaan beginnen, want we zijn alweer 1 minuut bezig in de intro. Op plek 20 heb ik staan Helmond Sport. Vorig seizoen een heel slecht seizoen gehad. Toen werden ze ook laatste. En ze hebben ook een paar punten aftrek gekregen. En ook dit seizoen zie ik ze niet goed presteren. Sterker nog, slechts presteren. Op plek 19 heb ik staan Top Os. En Top Os was vorig seizoen ook niet best. Bungelde ook ergens onderaan. En ook dit seizoen voorzie ik geen goede seizoen voor de ploeg uit Os. Op plek 18 heb ik staan Jong FC Utrecht. Ik denk dat van alle jong ploegen FC Utrecht dit seizoen het slechtste gaat zijn. En op plek 18 gaat eindigen. Op plek 17 heb ik staan FC Dordrecht. Vorig seizoen had ik ze voorspeld op plek 20. Toen hebben ze het beter gedaan. Ze begonnen slecht. Ze waren ook gewoon de nummer 20. Maar een hele goede tweede seizoen zelf heeft ervoor gezorgd. Dat ze alsnog 18e werden. En ja, ook dit seizoen zie ik Dordrecht gewoon ergens onderaan bungelen. Het kan ook zijn dat ze ineens gewoon laatste worden. Maar ja, ik zie ze gewoon op plek 17 eindigen. Op plek 16 heb ik staan FC Den Bosch. Den Bosch had een paar jaar geleden de ambities om te gaan promoveren naar de Eredivisie. De overname lukte niet. En sindsdien speelt Dordrecht elke keer in de rechte rijtje. Rond deze plekken. En ook dit seizoen zie ik ze daarin eindigen. En ja, ik heb gekozen voor plek 16. Op plek 15 heb ik staan Telstar. En Telstar was vorig seizoen ook heel matig. Als het goed is, waren ze 14e geworden. Dus ergens in die richting. En ook dit seizoen weer op plek 15 dan. Op plek 14 heb ik staan Jong PSV. En ook van Jong PSV. Ik verwacht er niet heel veel van dit seizoen. En ik zie ze in het rechte rijtje eindigen. Niet onderaan of zo, maar een beetje middenmoot. Op plek 13 heb ik staan VVV Venlo. VVV Venlo heeft me volgend seizoen verrast in negatieve opzicht eigenlijk. Ik had ze in het linkerrijtje verwacht, maar ze werden gewoon 12e, 11e, 13e, dus daar in die richting. En ook dit seizoen zie ik ze niet hoger eindigen dan plek 13. Op plek 12 heb ik staan MVV. En MVV een paar jaar geleden elke keer wel in de play-offs terecht gekomen voor promotie naar de Eredivisie. Het lukte steeds niet. Maar de laatste jaren zijn ze wat afgezakt. En ook dit jaar zie ik ze de play-offs niet halen. En ik heb ze dus op plek 12 staan. Op plek 11 heb ik staan Jong AZ. En ik denk dat de Jong AZ de koploper wordt van het rechterrijtje. Ja. Gewoon prima team altijd wel. Niet goed genoeg om mee te doen in de subtop van de keukenkampioendivisie. Maar ja, middenmoot voor Jong AZ is gewoon goed. Nou, op plek 10 heb ik staan Almere City. Vorig seizoen met Gertje Verbeek stond het heel lang in de laatste plekken. Uiteindelijk werd Gertje Verbeek ontslagen, kwam een nieuwe trainer. En die heeft het dus goed gedaan. Uiteindelijk wist Almere City dus gewoon te stijgen. Net niet de play-offs te halen. Maar keurig gedaan toen. Tenminste, op basis van het tweede seizoen zelf. Ik heb ze dus nu op plek 10 staan. Nou, op plek 9 gaan we dan naar Rode JC. Rode JC vorig seizoen de play-offs gehaald. Verloren daarin van Excelsior. En gaan het weer opnieuw proberen. Ja, zo simpel is het. Op plek 8 heb ik staan NAC Breda. NAC Breda, die hebben ook geen goed seizoen gedraaid. Werden, als het goed is, ook 8e, 7e. Ja, in ieder geval, ik had ze op plek 2 voorspeld. Dus promotie aan de Eredivisie. Ik zat er helemaal naast. Ze verloren ook uiteindelijk in die play-offs in de eerste ronde van ADO Den Haag. Door 2 games met 2-1 te verliezen. En NAC Breda gaat wel gewoon meedoen voor die play-offs. En ik zie ze ook gewoon in de play-offs plekken eindigen. En daarna via de play-offs meedoen voor promotie naar de Eredivisie. Op plek 7 heb ik staan De Graafschap. En ook De Graafschap hebben de play-offs gehaald. Ik had ze zelf als nummer 1 voorspeld.
Ook daar zat ik dus helemaal naast. Nu op 7. En ik zie ze ook gewoon in de playoffs plek eindigen. En daarin dus weer meedoen voor de Eredivisie. Vorig seizoen, playoffs gehaald dus ook zoals zij. En daarin waren ze dus uitgeschakeld door FC Eindhoven. Die ik op plek 6 heb staan. FC Eindhoven heeft me vorig seizoen heel erg verrast. Ik had ze op plek 15 voorspeld. Maar ze werden gewoon derde. Achter de promovendus in Volendam en FC Eindhoven, FC Emmen. En uiteindelijk heeft FC Eindhoven dus in de eerste ronde van die playoffs gewonnen van de Graafschap. Maar verloor in de halve finales van ADO Den Haag. En ook dit seizoen ziet FC Eindhoven wel een mooi seizoen draaien en zesde worden. En dus meedoen voor die playoffs. Plek 5 bedoel ik, heb ik staan. Heracles Almelo, de eerste degradant van de Eredivisie naar de Keukenkampioendivisie. Heracles werd vernederd door Excelsior, dat in de Eredivisie speelt dit seizoen. Maar Heracles, ik zie ze niet eerste of tweede eindigen, maar wel in de playoffs plek terechtkomen. Ze doen wel mee voor de titel, denk ik. Maar ze gaan de weg het seizoen, denk ik, afhaken en vijfde worden en daarin dus meedoen voor de playoffs. Op plek 4 heb ik ADO Den Haag onder leiding van Dirk Kuyt en technisch directeur Terro Janmaat. ADO Den Haag werd volgend seizoen ook vierde. Speelde toen tegen NAC, won van NAC, won van FC Eindhoven, maar in de finale verloor het dus. Na twee duels van Excelsior, sterker nog naar strafschoppen. En ADO Den Haag gaat dus dit seizoen weer een poging wagen om in de top 2 te eindigen. Om dus te promoveren naar de Eredivisie. Ik denk niet dat het ze gaat lukken. Ik denk namelijk weer in plek 4. Als ze dus meedoen voor die playoffs. En op plek 3 heb ik staan Jong Ajax. Ik denk dat Jong Ajax een goed seizoen gaat draaien. Komend seizoen. Waar was ik dat op? Echt op niks. Een paar leuke spelers natuurlijk. Zoals altijd wel met Unuvar. Met Sonnetje Hansen. En ook een aantal spelers van Ajax zelf. Die ook gewoon af en toe mee gaan doen bij Jong Ajax. Zoals misschien Ihattaren en nog wat spelers. Dus al met al. Denk ik dat Jong Ajax een goed seizoen gaat draaien. Derde wordt. En net niet. Ja, dit of twee houdt, maar ja. Voor hem maakt het toch niet uit, aangezien ze het niet kunnen promoveren. Op plek 2 heb ik staan Willem 2. En op plek 1 heb ik staan PEC Zwolle. De twee ploegen die ook gedegradeerd zijn, net als Heracles. Maar ik zie hen wel direct terugkeren naar de Eredivisie. Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, drie ploegen gedegradeerd. Waarschijnlijk zal er één heel slecht draaien. Eén prima. En dan misschien die play-offs halen. En eentje denk ik dat hij dan direct terugkeert. Hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Maar ik denk dat PEC Zwolle en Willem II dus de nummers 1 en 2 worden. En direct terugkeren naar de Eredivisie. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Zo ja, deel deze video. Like deze video. Vriend op de abonneer op mijn kanaal. Laat zeker in de comments nog weten wat jullie denken dat wat de ranglijst gaat worden van de Keukenkampioendivisie. Welke twee ploegen gaan promoveren direct. En welke clubs zich gaan plaatsen voor de playoffs. En wie weet misschien dat die playoff die team naar de Eredivisie gaat. Laat het me zeker allemaal weten in de comments. En daarom wil ik jullie bedanken voor het kijken. En later mensen.